Oh my god. Oh my god. Er begint nog iemand te schreeuwen. Wat is dit? Het is weirder. Yo. Oké, niet boos worden. Niet boos worden op mij dat ik die cricket toen heb meegenomen. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Legends Arceus video. Arceus, ik blijf het zeggen. In de vorige video had ik bijna een Gyarados gevangen. En nu gaan we het voor het eerst opnemen tegen een Alpha Pokémon. En ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd of wij dat überhaupt kunnen. We gaan eens even met Mei praten en met Mai. Even kijken wat zij ervan vindt. En ze zegt, oh, dus zelfs de professor die heeft besloten om hierbij te zijn. Oh, dat wist ik niet eens. Is die mij gewoon stiekem achtervolgd, joh? Met je mooie badmuts. Hij zegt, ah, dankjewel. Ik ben hier net op tijd. Als een Pokémon-onderzoeker, dan moet ik natuurlijk deze Alpha wel even komen checken. En Mai zegt, tuurlijk, zolang je maar uit de weg blijft. Oké, dus hier is die. Hier is de allereerste Alpha Pokémon. Ik heb ook al een Stantler gezien en een Parasect, maar die durfde ik niet aan te vallen. Dus even kijken wat we hier krijgen. Zou je die ook kunnen vangen? Oh my gosh, oh my gosh. Ik weet al wat het is. Ik weet al wat het is. Het is een Cricketune. Ja, dit is hem. Deze moeten we gaan pakken. Maar hij zegt, jij bent hiervoor meegekomen. Deze gast moet hier weg. Mijn Pokémon worden geheeld. En Leviton zegt, wat een grote gast. Het is logisch dat Alpha Pokémon zo gevreesd worden als ze allemaal zo groot zijn. En mij zegt, ja, ze zijn niet alleen groot. Ze zijn ook sterk. En ze kennen moves die anderen van hun soort niet kennen. Oeh, maar ja, dan wil ik hem vangen, man. Er stond net wel bij dat ze heel moeilijk zijn om te vangen. Kan ik hem bijvoorbeeld in zijn rug komen en een heavy ball gooien of zo? Kijk, want ik heb namelijk in de vorige aflevering heavy balls gemaakt. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Kijk hem chillen. Hij kijkt nog steeds naar Mai en Leviton. Hij heeft mij niet door, jongen. Hij heeft mij niet door, vriend. Dat gaat niet, hè? Dit gaat niet. Nee, dit gaat helemaal niet. Ik moet hem battelen. Ah, diddly woep woep woep. Let's go, Cyndaquil. Jij hebt super effective moves. Let's go, jij kan dit. Als je op I drukt, dan kan je kijken welke volgorde er aangevallen wordt. Oké, cool. Laat op I drukken. Oh, hij is level 12. Oh. Oh, maar hij doet wel. Oh my god. Ik dacht, hij is maar level 12. Dit komt wel goed. Kijk, Ember kan ik twee keer gebruiken. Ik weet niet of ik hem wil vangen. Ja, ik wil hem wel vangen, maar ik weet niet. Oh my gosh, dit gaat hem niet worden. Ja, arme Cyndaquil gaat het niet overleven. Ik ga een strong style Ember doen. Misschien maken we hem gewoon kapot. Kom op, jij kan dit, Cyndaquil. Jij kan dit. Oh, mijn Cyndaquilletje. Nee! Eerlijk, ik vind het vet zielig voor Cyndaquil. Hier is Staravia. Yo, maar ik wil hem wel vangen eigenlijk. Ik ga hem proberen te vangen met een heavy ball. Let's go! Kom maar, Cricketune Piwoompi. Ja joh, doe maar. Is leuk. Is lachen. Ja, we hebben hem! Een Alpha Cricketune. En is hij bij ons dan ook een Alpha Pokémon, vraag ik me af. Of wordt hij nu gewoon een normale Cricketune? Dat zou ik heel graag willen weten. En Mai zegt, ja, jij bent echt indrukwekkend, of niet? Jij bent iemand die een Alpha zo op deze manier verslaat. En dat herinnert me aan de legendarische held van vroeger. Oké, dat klinkt als Zelda. Nou ja, Link in Zelda dan. Oh my god. Oh my god, er begint nog iemand te schreeuwen. Wat is dit? Het is weirder! Yo! Oké, niet boos worden. Niet boos worden op mij dat ik die Cricketune heb meegenomen. Oh, hij is wel chill, zo te zien. Mei zegt, nou, hij kijkt naar je in alle vriendelijkheid. Ziet er nou uit dat wij matties gaan worden. Dat zou even leuk zijn. Oh, ga je weer weg? Ah! Ik dacht, je blijft wel hier, maar hij gaat nu alweer weg. Maar Mei die vertelt, ja, je kan op zijn rug rijden. Als hij vindt dat jij het waard bent, dan neemt hij je mee op zijn rug. Hij is een zegen in deze regio. Ja, en de vraag van vandaag is, vind jij deze Pokémon weirder, leuk. Ik moet zeggen dat ik hem best wel tof vind. Hij lijkt wel heel erg op Stantler. Ik had ook verwacht dat het misschien de evolutie van Stantler is. Misschien is dat ook wel zo, dat weet ik nu nog niet. Maar ja, ik vind Weirder eigenlijk wel vet. Ik zou Weirder denk ik een 7 of een 8 geven. Welk cijfer geef jij hem? Yo, Akari komt ook nog even aanhuppelen. En die zegt, Captain Celine heeft mij gestuurd. Celine zei dat als Rikachu het request had gedaan, dat we hier een basecamp kunnen maken. Oh, nice. Dan kunnen we voortaan gewoon vanaf hier beginnen. Mei zegt, dankjewel voor wat je vandaag hebt gedaan. Onze clanleider zal wel, ik zal hem wel vertellen hoe je ons geholpen hebt. En ik kom heel snel met een cadeautje voor je. Nou, thanks Mei. Graag gedaan. Ik vond het leuk. En Akari zegt, als ze willen samenleven met Pokémon, moeten ze beter leren kennen. En dat begint bij het compleet maken
van de Pokédex. Anyway, laten we even kampie maken. Ja, ziet er weer goed uit hoor dit. Prachtig. Dus nu kunnen we altijd vanuit de stad in één keer hier naartoe komen. En Lekari zegt, laten we teruggaan naar Wallflower. Nou, dit is wat we allemaal hebben gevangen. Ja, kijk, er staat dus een icoontje bij. Bij zo'n Alpha Pokémon. Zo'n rood icoontje zie je bij de level 12 Cricketone staan. Ik ben benieuwd, die zou dan ook sterker moeten zijn. En die zou dan ook andere moves moeten kennen. Dus dat is heel nice. We hebben 16 Pokémon gevangen. We krijgen 4700 Pokémonies. Ja, en we hebben best wel wat dingetjes compleet hier zo. Die van Geodude hebben we zelfs al compleet. Oeh, we krijgen ook best wel veel punten. Kijk, 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 kijk. Ja, we zijn weer een level omhoog. Oftewel, we hebben nu 2 sterren. We zijn geen 0 ster meer. Nou, gaan we nog even lekker happy potatoes eten. Dat is het favoriete maaltijdje van de professor. En er is nieuws. Cleaver is tevoorschijn gekomen. We hebben mensen gestuurd, maar het is niet goed met ze afgelopen. De medical corps heeft ze maar net kunnen redden. En de professor vraagt, is dit de Cleaver die is geraakt door de bliksem? Want sinds toen is die helemaal lijp geworden. De Akari die zegt van ja, deze Cleaver die is nog veel sterker dan elke Alpha Pokémon. Maar Leventon die denkt dat wij het wel kunnen handelen. Die heeft echt volledig vertrouwen in mij. De volgende dag. Iemand klopt op mijn deur. Het is Akari. Oh my gosh, die begint te schreeuwen dat ik naar de commander moet. Rustig aan, joh. Ik ben net wakker. Oh, Adamman. Wie? Adamman. Oké, okay, hallo Adamman. Die zegt, kijk eens wie daar is. Herinner je eindelijk dat je de tijd aan het verspillen bent van de almachtige Sinnoh? Oh, maar die heeft het niet tegen mij. Die heeft het tegen iemand anders. Namelijk tegen Irida. En die gelooft volgens mij niet echt in de Almighty Sinnoh. Oh, ze geloven allebei in een andere Almighty Sinnoh. Zij geloven in de Almighty Sinnoh. Die alles heeft gecreëerd en regeert over de ruimte. En Adamant zegt, ja, je kan alle ruimte hebben wat je wil. En nog steeds niet weten wat je ermee moet doen. Dus de ene gelooft in de regeerder van de tijd. En de andere in de regeerder van space. Dat is een beetje wat het is. Nou, ze zijn lekker een beetje ruzie aan het maken. Adamant heeft er geen zin meer in. Die zegt, ik ga naar de commander zijn office. En dat is precies waar wij ook naartoe moeten. Maar eerst ga ik nog even wat requests doen, hoor. Deze persoon wil Aurum Berries. Ja, die heb ik vast wel. Toch? Ja, die heb ik wel, hè. Kijk, hoppakee. Weer een quest gedaan. Zo snel kan het gaan. Krijgen 3 revives. Oeh, en nu kan ik natuurlijk de Alpha Pokémon in mijn team gaan doen. Dus even kijken, hoor. Waar staat die? Dit is hem. Oeh, maar ja, die doen we dan wel in de plek van Bidoof. Oh, Bidoof gaat weg, arme Bidoof. Het is op zich wel een lekker teampie zo. En van deze vrouw heb ik volgens mij ook de request nu klaar, toch? Ja, kijk. Wat? Starlies hebben een verschillend uiterlijk als ze een mannetje of een vrouwtje zijn. Ah, en de markings op hun voorhoofd zijn van verschillende groottes. What? Zij wil heel graag een Starly. Nou, kijk eens. Ik heb hier een hele schattige level 2 Starly voor je. Leuk, hè? Wat een cutie. Yo, wil je er aanraken, die Starly? Mag hoor, je mag er aaien. Oh, oké, okay. Ja, dat was ook zo, hè. De mensen in deze regio die zijn nog niet echt gewend aan Pokémon. 10 Pokéballs krijgen van haar, thanks. Nou, dan ga ik nu snel naar de commander. Of had ik voor jou ook nog een quest? Hij wil heel graag een Wurmple. Kijk, hier heb ik ook nog voor jou een Wurmpeltje. Schattig wormpie, Boosguard. Hij wil hem een nickname geven. Beautricia, Beautyfred of Beugene. Doe maar Beauty. Ja, dat klinkt wel leuk. Oké, nou, doei Wurmple. Veel plezier bij je nieuwe baas. Ja, dan ga ik nu echt naar de commander. Ik laat hem gewoon wachten, ik heb scheid. Ik loop ook echt even eerst hier naartoe. Hier kunnen we ook nieuwe requests oppakken. Bothersome Bidoof. Daarmee moeten we Bidoofies tot orde roepen. En Zubat's Eyes. Kijk deze Rowlet hier. Echt super schattig. Ja, Rowlet hebben we natuurlijk niet gekozen. En hier hebben we ook Oshawott, die we ook niet hebben gekozen als we Cyndaquil niet hadden gekozen. Dan hadden we waarschijnlijk Cyndaquil hier gezeten. Heb je hier nou gewoon zitten plassen, Rowlet, hier op de grond? Dit is toch geen schaduw? Je hebt gewoon een beetje zitten zeiken hier op de grond, jongen. Dat kan echt niet, Rowlet. Let's go to the commander! En Adamant, die is hier ook weer. En ze willen het allemaal hebben over Cleaver. Kamado vraagt, ja, wat zou jij dan doen met Cleaver? En hij zegt, ja, ik kan niks doen tegen hem, want zal mijn clan niet leuk vinden. Dan gaat mijn clan vechten tegen de clan van deze chick. Is er niet iemand van het Galaxy team die iets kan doen, vraagt. Nou, zij willen het zelf niet doen in ieder geval. Dus ja, het zal weer bij mij terechtkomen dit. Irida zegt, ja, we weten niet eens wat Lord Cleaver zo gek heeft gemaakt. Nou, dat was toch de bliksem? Hij is toch geraakt door keiharde Pikachu? Ja, hallo, ik ben er ook nog. Hallo. Kamado die zegt inderdaad, waarom sturen we deze gewoon niet naar Cleaver, zodat hij kan bestuderen wat er met Cleaver is gebeurd? Irida is het er niet mee eens, omdat ik nog geen ervaring heb. En Amado die zegt van, ja, maar je hebt zelf ook geen ervaring. Jij noep. En dit is nu mijn missie.
ik moet Sclever gaan bestuderen. Nou, let's go. Geen probleem, joh. Gaan we doen. We moeten naar de Lord of the Woods. Kamado zegt, ja, luister even naar me. We moeten onze relatie met de Diamond en Pearl Clanks gewoon onderhouden. Oh my gosh. Oh, daar is Silene ook weer, hoor. Die zegt, kom ook nog even naar beneden, want ik wil ook nog even met je praten. Ja, waarom moet iedereen zo lang met mij praten? Laat me gewoon mijn missies doen, joh. Ik heb hier toch allemaal geen tijd voor. Silene, wat moet je van me? Leventon is er ook weer. We krijgen nu nog een keer de briefing. Dat hebben we net allemaal gehad. Waarom nog een keer? We kunnen in ieder geval geen pokeballs gooien op Cleaver, zegt hij. En de Diamond and Pearl Clans die laten offers achter bij voor de machtige Pokémon. Dus misschien ook wel bij Cleaver. Dus daar moeten we nu naar op zoek. Jeetje, Mai moet ook nog even met me praten. Adamant zegt, de rift in de lucht die connect met een andere wereld. En dat zou de wereld kunnen zijn waar de Almighty Sinnoh is. Jij bent daar doorheen gereisd, dus jij bent daar vlakbij in de buurt geweest. We moeten de woede van Cleaver onderdrukken. Oké, mag ik nu door alsjeblieft? Adamant zegt, ja, een andere Pokémon bij ons in de bergen, die heeft last van hetzelfde als Cleaver. Ja, daar moet ik zeker ook nog even naartoe. We moeten naar de Grand Tree Arena, want dat is waar Cleaver is. En dat is ook waar Leon is, een of ander kind. Oké, mag ik nu gaan? Oké, ja, ik mag gaan, eindelijk. Yay! Nee, ik mag nog niet gaan. Er is nog iemand die wat van me nodig heeft. Begging you. Laat me nu naar buiten, please. Oké, wat wil jij? Hij verkoopt aan mij ruimte voor in mijn zakken. En dat kost 100. Nou, dat is lekker. Dat wil ik wel. Let's go. Ik wil meer ruimte. Ik wil meer items mee kunnen nemen. Kom maar met meer. 200. Nu wil hij opeens 200 hebben. Gast. Ik wil zeker nu nog meer. Als ik nu nog een keer bij je doe. Laat me kijken. 300. Deze guy is echt een grote scam, jongen. Waarom wordt het steeds duurder? Ik bedoel, nu moet je al 400 hebben. Gast, ik vind het niet normaal. Ik ben vaste klant bij jou. Ik verdien korting. Ik vind dat ik gewoon de volgende gratis moet hebben. Nee, 500. Elke keer 100 duurder. Jij, jongen, jij bent echt niet normaal. Kom maar. 1000? Opeens word je 2 keer zo duur. Gast, je bent niet goed. Je bent niet goed bij je pannenkoek, jongen. En ik koop het nog ook. Want ja, ik wil gewoon items hebben natuurlijk. Wordt het nu gelijk 2000? 1500. Oh my... Oh, deze guy, jongen. Nou, nu vind ik het wel mooi geweest, hoor. Je bent veel te duur nu. Ik ga op zoek naar een andere gast die dit verkoopt. Dag, Baggin. Ook die naam ook. Hij smeekt gewoon om geld. Hier is nog iemand waar we iets voor kunnen doen. Hij wil dat we iets craften voor hem. En dat is een Pokesheet doll. Een knuffel. Daar hebben we 3 stukken hout voor nodig. Ja, sorry, dat heb ik niet, man. Het spijt me, man. Hey, daar is Volo weer. Hij zegt, hallo, mijn goede vriend. Ik hoop dat je de secret backstrike techniek hebt gemasterd. Hier heb je wat superpotions. Oh, dankjewel, man. Thanks. 3 super potions. Nou, hij moet er weer vandoor. Hij moet naar de ruïnes, blijkbaar. Nou, tot de volgende keer. Mazzel. Even kijken, hoor. We moeten helemaal hier naar de Grand Tree. Dan gaan we nu naar dit kampie. Naar de Heights Camp. Dit kampie wat we dus net hebben gebouwd. En nu moeten we die kant op. Ik ben wel echt onwijs benieuwd naar mijn cricket toon, jongen. Is die nu ook nog steeds met rode ogen? Ik ga hem even eruit gooien. Ik ben heel benieuwd. Wow, die is inderdaad echt super groot. Hij heeft geen rode ogen meer, maar hij is wel kapot groot. Holy moly. Oké, kom maar terug in de Pokéball. Kom je terug in de Pokéball? Oh, ik kan met hem praten. Hallo, Krikatoon. Super grappig. Nou, ik ben blij dat je erbij bent, hoor. Ik weet alleen niet hoe ik je nou terug moet doen in de Pokéball. Oh, zo dus. Oké, cool. Oh, daar is de boom waar we naartoe moeten. Ik zal hier maar niet vanaf springen, denk ik. Ik denk dat dat wel even een brug te ver is. Kan wel hier gewoon naar beneden, denk ik. Let's go. We negeren die Geodude, jongens. Yo, maar deze Parasect, jongen. Oh, kijk hoe boos die is. Er zijn ook Parases daar. Hij heeft me al gezien, hè? Wacht. Ik ga zijn kinderen eerst vangen. Oh, kom maar hier. Paras, kom maar. Kom maar. Oh, ik zit al zijn kinderen te vangen van die Parasect. Hij wordt straks kapot boos. Waar is die eigenlijk? Ik zie hem niet meer. Oh, hij is daar in de hoek. Oh, maar dan kan ik misschien wel de backstrike techniek doen. Oh, wacht even. Paras heeft mij gespot. Oké, kom maar. Hier, ik heb een strong strike Cyndaquil voor je met Amber, jongen. Ik denk dat jij kapot gaat in 1 keer. Lekker, man. Lekker. Oh, maar we moeten niet die Parasect boos maken. Want die wordt helemaal gek natuurlijk. Oh, rustig. Je hebt me niet gezien, toch? Oh, ik kan hem helemaal niet vangen. Oh, wel! Of niet? Nee, ik kan hem helemaal niet vangen, joh. Oké, kom maar. Kom maar, tegen mijn Cyndaquil. Kom maar, Parasecki. Oh, hij is level 30. Nee. Ik wil wegrennen. We gaan dit niet doen. We zijn maar de helft van zijn level. Wij kunnen dit niet, Cyndaquil. We gaan weg. Ja!
Wegrennen! We gaan naar de grote boom, jongens. Hé, hallo, hier is een menier. Hallo, menier. Die zegt, heb je wel eens bij zo'n schuddende boom geweest? Er zitten ook misschien wel andere dingen in dan alleen berries. Ja, dat wist ik, man. Heb ik gezien. Wow, 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 wow. Die Paris is kapot boos. Ik word aangevallen door Paris Army. Hey, ik ben wel benieuwd wat voor Pokémon er op het strand zijn. Ik zie alleen nog een Bidoofie nu. Hallo, Bidoof. Bidoof komt ook gewoon naar je toe lopen. Die vinden het gewoon leuk. Die willen gewoon gevangen worden. Zijn gewoon echt de matties van deze game. Kijk, Bidoofies zijn gewoon blij. Moeten er 12 vangen om weer een nieuwe missie te doen. Dit zou nummer 11 zijn, denk ik dan. Kom maar, joh. Ah joh, gezellig, lekker man. Oh my gosh, B-Barrel. Alpha B-Barrel. Ik ben bang. Ik wil Luxio erop afsturen eigenlijk. Misschien als ik hem in zijn rug aanval. Dat we hem dan, dat we die backstrike ding hebben. Kijk hem losgaan, jongen, gekke hamster. Come on, come on, come on, come on, come on. Kijk, top, in zijn rug. Lekker. Lekker. Ja, nice. Oké, Thunderfang, let's go. Oeh, heel goed, heel goed. Ik ga zo een heavy ball gooien. Hij doet Water Pulse. Kijk hoe sterk, hè. Kijk hoe sterk. Ik gooi er een heavy ball op, jongen. Ik wil de volgende alpha Pokémon vangen. Let's go. Kom maar, B-Barrel. Ja, 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 ja. Nee. Oké, dit is een probleem. Nu gaat Luxio kapot. Ja, sorry. Nu gaat Luxio helemaal naar de klo-klo. Oké, Cricketoon. Ik kies voor jou. Jij bent ook alpha. Jij moet die klappen kunnen weerstaan, jongen. Oeh, kijk deze big ass battle. Twee mega Pokémon tegen elkaar. Maar die Cricketoon is helemaal ziek, jongen. Die is kapot groot. Kom op, kom op, kom op. Ik wil je vangen. Ik wil jou. Oh, nee. Lastig. Oh, rollout super effective. Oh, deze B-Barrel gaat zeker heel mijn teams lopen. Whizzle maar eventjes. Doe maar Quick Attack. We gaan hem even een klein beetje proberen te verzwakken nog. Dat is wel een heel klein beetje. Come on! Laat me mijn tweede alpha Pokémon vangen dan. Kom op, B-Barrel. Niet zo moeilijk doen. Hij doet wel moeilijk. Oh, dit gaat zo fout. Dit gaat zo fout. Blijf gewoon lekker in het balletje zitten, jongen. Ik ben hartstikke goed voor mijn Pokémon. Behalve dat ze nu allemaal down gaan. Ja! Lekker! We hebben hem! Ja, ik moest ook nog één Bidoof hebben, trouwens. Hier. Kom maar, Bidoof. En ik denk dat ik even al mijn Pokémon nu moet healen. Oh, hij wil niet? Wil jij misschien? Ja, toppie. Ik ben wel echt heel benieuwd wat hier dan allemaal weer voor Pokémon zijn. Want dit is wel weer een heel nieuw gebied. Oeh, Psyduck. Hoor die muziek ook. Die muziek verandert gelijk. Ja, man. Ik wil Psyduck hebben. Kom hier, jongen. Kom. Let's go. Let's do this. Oh, andere Psyduck is boos. Dat we zijn mattie hebben gevangen. Je komt echt zo snel nieuwe Pokémon tegen in deze game. Dat is echt super leuk. Het gaat echt zo snel. Het tempo ligt gewoon hoog. Kijk, nu gaan we gewoon weer lekker proberen om combi te vangen. Hebben we vuurwerk? Hebben we vuurwerk? We hebben vuurwerk. Weer een nieuwe Pokémon. Dat gaat echt super lekker. Het is wel goed dat ze allemaal van die opdrachten hebben toegevoegd aan de Pokédex. Misschien is dit de eerste video die je kijkt, dus ik zal het nog even laten zien. Kijk, voor Cyndaquil moet ik bijvoorbeeld al deze dingen doen om de Pokédex voor Cyndaquil helemaal compleet te maken. Als je 10 opdrachten hebt gedaan, dan is die al compleet voor de game, maar je kan natuurlijk nog veel meer doen. Nou, we hebben deze Pokémon allemaal gevangen, maar daar hebben we nog bijna niks voor gedaan. En zo moet je dus allerlei opdrachten doen en dat maakt het wel echt tof. Want het vangen gaat natuurlijk vrij snel op deze manier. Oké, jongens, we zijn dus in een nieuw gebied en volgens mij moet ik daar doorheen om richting die Cleaver te gaan die daar bij die grote boom is. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Dus als je dat wil zien, jongens, blijf die duimpjes omhoog gooien. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!